kans gehad. Door Nederlands elftal natuurlijk, jong oranje bedoel ik. Maar ja, ik heb nog wel aardig rust kunnen krijgen, kleine 2 weken. Dus gewoon een beetje herstellen. Maar wel een beetje door blijven trainen ook, een beetje voetenwerk gedaan. Dus ik ben weer blij om hier te zijn. Wat zijn je eerste indrukken? Mooie opkomst. Ja, en de club op zich, het is veel groter dan waar wij vandaan komen bij Go Ahead. Maar nee, de eerste indruk is hartstikke goed. Vandaag zo'n eerste training, wat houdt dat in? Nou, het is vooral kennismaken met de spelers, spelers met de staf. En weer eventjes aan de bal zijn met elkaar. Kwalitatief is het nooit van een dermate hoog niveau. Maar dat neem je voor lief. Maar kennismaking, spelers leren kennen, spelers leren de trainers kennen, de werkwijze. En ja, dat is wel gewoon goed gelukt vandaag. Maar de trainer heeft gewoon gezegd van, weet je, begin rustig. Niet gelijk zo wild en te veel in duel komen. En ik denk dat vandaag echt gewoon een teken stond om ook een beetje de staf te leren kennen, de spelers te leren kennen. En ook gewoon een beetje weer voor de fans die erbij te betrekken. Nou ja, ik vind het geweldig om trainingen te geven. En dat was bij Go Ahead eigenlijk ook zo dat Kees tegen mij zei van ja, dat is gewoon jouw gebied. En natuurlijk overleggen we wat we willen en breekt hij soms in. Maar in principe ben ik gewoon verantwoordelijk voor het organiseren en plannen van de trainingen. En daarvoor heeft hij mij ook meegenomen hier naartoe, omdat dat gewoon goed is bevallen van beide kanten. En zo komen we allebei in onze kracht. Een lekkere vakantie gehad, maar na een week of 4 van rusten gaat het ook wel weer kriebelen. Heel veel handtekeningen, veel foto's. Weet je, daar doen we het ook een beetje voor, dus ik kan hier gewoon van genieten.